zoals jullie zien, sta ik dit keer lekker tussen de mais. Puur natuur. Nou, denken jullie vast, wat doet ze daar? Dat ga ik jullie zo vertellen. Maar daarvoor gaan we eerst even naar het laboratorium. Experimenteren met genen, dat is eigenlijk al jaren aan de gang. En met die technieken kun je bijvoorbeeld uit een ert en een maiskorrel een hele nieuwe soort ontwikkelen. En dat noemen we genetische manipulatie. Hoe moeilijk kan dat zijn? Dus ik ga het ook even proberen. Niet, maar ze zeggen dat je door het combineren van die genen een sterkere soort kan krijgen. Die bijvoorbeeld ook goed kan groeien op minder vruchtbare grond. In arme landen dus, waar vaak hongersnood is. Er lijkt dus heel wat voor te zeggen. Producenten zijn overtuigd dat ze er heel wat hongerige monden mee kunnen vullen. Helemaal top, zou je zeggen. Toch heeft Greenpeace hier haar twijfels over. En laat dat natuurlijk ook zien. Bij deze actie ging het om een proefveld met genetisch gemanipuleerde mais. Gewoon hier in Nederland, op de Veluwe en in de vrije natuur. En om nou te voorkomen dat deze gentech mais zich kan gaan mengen met andere soorten mais, heeft Greenpeace die maisplantjes verpakt met plastic zakjes, als een soort condoompje dus. Het punt is namelijk dat we helemaal nog niet weten wat de effecten van genetische manipulatie zijn op de lange termijn. Maar wel weten we dat eenmaal in de natuur deze gentechgewassen zich gaan verspreiden en voortplanten zoals de bloemetjes en de bijtjes dat nou eenmaal doen. En aan de buitenkant kun je niet meer zien dat ze anders zijn. Je ziet het verschil echt niet. Op deze manier experimenteren terwijl de gevolgen op lange termijn voor onze gezondheid en het milieu nog helemaal niet bekend zijn. Ik vind het een enge gedachte. En daarom ga ik Greenpeace een handje helpen. Zij veilig of zij niet?